ook voor zo'n vermaledijd zwemdiploma. Dan moet je 7 meter onder water deur dat gaat in één over til iets over. Maar verdorven, stel meester boven de kinderen, nee nou, aan de rand van het zwembad stoel of in de plonsling, het zwembad in Mooi. Want ze zwemdiploma verdorven, of wat een mooi weer, de Pie en Frits Toekiekstel. Ja, ik ben een heel streng jurylid wat dat betreft. Ik zit op het terras, de kinderen naar het bad, waar de kinderen in het bad liggen. Er is een randje die geeft, die gaat voor 7 leuk, hè? Ja, klopt. En er zijn nog vragen die gewoon voor diploma gaan. Hoor, Vermeuken is er ook al afzwemmen. Hoe ging dat? Ja, er waren vaak kinderen die deden zwemstarten. Dat is de voorbereiding op A, zeg maar net. Ze zonden stukken hier in het openluchtzwembad om volledig zwemdiploma A te doen. Maar dan sloeg men daarover met zwemstarten A en dan kon ze nou gewoon verder voor de A zwemmen. Niels Holz, of je bent van het zwembad hier in Meden. Als je kijkt, het is al pittoresk. En als je zegt, we zitten in Frankrijk, dan geloof ik het ook. Maar het is een weersomstandigheden, klopt er helemaal. Maar ja, we doen ons uiterste best met alle vrijwilligers om het er allemaal picobello uit te lopen. Zo. En nou ja, Mariana en Celine en Fleur en Dominique die staan op de loonlijst. En voor de rest hebben we alles met vrijwilligers qua onderhoud en groen onderhoud. En kassa, kiosk, alles. En net een grote verbouwing achter de rug? Ja, inderdaad. Hè. De gemeente die heeft gauw geïnvesteerd in het bad zelf. Hè. Alle tegels erop, alles weer op nee in de coaching gezet. En allemaal nee tegels rondom het bad. Dus het zoekt allemaal weer picobello uit tot zover. En dan mogen we verder met de verduurzaming van het bad. Want dat is natuurlijk nog wel een hot item. Nou, daarachter denk ik helemaal met man, dacht ik. Laten we dat maar uit, Jan. Maar daar hebben we genoeg van. En weinig revenue van, moet ik zeggen. Maar kijk, we proberen snel ons kapje boven water te houden. En dat lukt met die exploitatiesubsidie van de gemeente Krabbeaan. Nou, ik heb begrepen dat we nog 15.000 extra kregen voor een keer. Dus dan wordt het allemaal even wat makkelijker. En dan kunnen we misschien nog meer aanbouwen. Hè. We bouwen onze dorpsschool al schoolzwemmen aan. Die ben hier 6 keer geweest voor schoolzwem met een rijlerares. Dus dan stelden we het bad gewoon beschikbaar. Ja, dat ben een leuke ontwikkeling in onze ja, samenleving, zal ik het zo zeggen. Kikken voor recreatiezwem komen ze overal weer van Noordbrouw, Soebrouw, met name Pekel. Dus dat gaat prima. Dus heel centraal dan. Ik gooi van terras af. Van te zitten hier natuurlijk de kinderen, ben druk bezig aan het afzwemmen. En als ik er een kie. Nou, dan leg je een bad in de gespannen kopjes, Marcel. Hier langs de kant ben de kopjes misschien nog wel veel gespannender ook. Van, nou, dan leg je de ondersbinder. Maar de grote onders. Voor jou stond hier, stond jou hier? Ja, ik stond hier. Ja, voor wel ben je hier? Ja, voor binnen. Een klein dag en een klein dag. En dan ben je voor C bezig of voor A? A, nee. A. En ik heb er wel een hemelslaap aan. Als een boom wat op wind, toch? Ja, een boom erin. Dat is een beetje de kerk, dacht ik. Ja. Hou down, zet. Hartstikke goed. Ja? Ja, Klein zou er ook nog van de week zijn polsbureau. Dus hij heeft met gips aan in zijn tas. Oké, okay, nou wel, met gips in het water dan? Ja, misschien wel. Ja. Ja. Dat gaat jeugd vooral, denk ik hoor. Kan je. Wanneer dit gaat, zet er nog toe? Ja, dit hartstikke goed. Ja. Ik hoop dat dit de moeder is. Dat is de moeder, ja. De moeder. De moeder, ja, gelukkig. De trotse moeder, hoop ik straks. Dat denk ik wel. Ja. Hij is druk bezig, gespannen kopjes zie ik. Hoe is dat bij u? De spanning ook redelijk hoog? Nee, dat valt wel mee. Voeltraining van meegekregen, al. Precies. Hoe is dat nou zo'n zwembad hier in het dorp? Nou, ik vind het geweldig. Ik vind het beter als een, vooral met dit weer, als een bedoeld zwembad. Nou, het is een klein groepje wat met elkaar zwemt. De sfeer is heel gemoedelijk, dus ja. Waar had je alles in je hoofd tot slot? Nou ja, dan had je moeten kiezen voor... Ja, die keuze is natuurlijk vrij, maar anders had je naar de Veendam gemoeten of Muntendam. Dan is dit toch leuker, hè? Dit, persoonlijk vind ik dit leuker. Ja. Succes nog even met de spannings. Ik zie, Marcel, dat de mat er inmiddels in ligt was om de doormoed. Dus spanning en sensatie hier in zijn matenpraten. En zijn er fantastisch weer mee. Gefeliciteerd alvast aan de hoofdelijk van Frits. Dat ze slopen. Door.